plannen en wetten, ja, die zorgen niet voor een toegankelijker samenleving. Merkbaar minder drempels, daar hoor ik er eigenlijk wel echt bij. We moeten aan de slag. Aan de zijkant, bij uw wijsvinger. Deze? Nee, bij uw wijsvinger. Nee. Deze? Ja, dat is hem. Er zit wel wat uitdaging in. Ik heb vanochtend weer een poosje met de NS aan de telefoon gehangen om een reis te boeken. Dankjewel. Dus ja, ik denk wel dat het ingewikkelder is dan als je zo even op de trein kan stappen. Ja, ik let altijd wel op waar ik het vriendelijkst geholpen word, waar ik bij de pinautomaat kan. Dus dat maakt wel uit voor mij. Yes. Ik zie dat bij sommige bedrijven je gewoon heel erg welkom was al en dat ze nu nog wat harder voor je lopen. Ik zie in de gemeente dat er hard aan gewerkt wordt, maar dat verschilt weer per gemeente helaas. Kun je nou met elke bus? Nee, het is afhankelijk van de maatschappij en wat voor systeem ze hebben. Ja, het gebeurt best wel vaak. Nu is het een auto, er staan ook heel vaak fietsen of brommers. Ja, vind ik wel een beetje ironisch eigenlijk. Ik zou verwachten dat iemand dan weet hoe lastig het is. Ja, super lief bedoeld natuurlijk, maar dit is veel te stijl. Iedereen moet wel eens naar de wc. En dat is met een rolstoel gewoon echt een probleem, omdat er heel weinig geschikte toiletten zijn. Dus we kunnen niet alleen op straat nergens naar toiletten, maar ook als we bijvoorbeeld in een restaurant zitten, kan je niet naar de wc. Ik denk dat er heel veel ambities in staan en nog weinig echt verplichtingen. En ik vind het heel erg jammer. Ik mis daar echt vooral bij de landelijke overheid gewoon een beetje aanpak. Het blijft veel praten.